Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van januari laten zien. Dit is het mandje, hij zit vrij vol. Dus ik ga jullie gewoon laten zien welke producten erin zitten. En ik vertel je uiteraard waarom ik deze producten fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik heel erg fijn vond van de maand januari, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een oogschaduw palette en dit is het Slim Eyeshadow Palette, het Pro Slim Eyeshadow Palette, het Next Gen Nude Palette van Catrice en dat is dit palette. Deze heet de naam 010 Gorge is Beauty en ik vind de buitenkant van deze palette heel erg mooi omdat dit een soort 3D effect is. En hier zitten dus eigenlijk vooral wat nude kleuren in. De achterkant loopt dat ook een beetje door, dus dat ziet er wel heel mooi uit. Dan heb je in de binnenkant een mooi spiegeltje. En wat ik ook heel erg tof vind, is dat onder de oogschaduwkleuren de naden staan in een gouden tint. Ik vind de kleuren heel erg mooi. Er zitten shiny kleuren in en ook matte kleuren. Ik zal er eventjes een paar voor je oppakken, zodat je een beetje een idee hebt wat het oogschaduwpalet doet. Kijk, dit is de pigmentatie, dus die zit eigenlijk heel erg goed. De kleuren zijn heel erg mooi te blenden, ze zijn ook mooi met elkaar te combineren. Ja, echt nude-nude vind ik het niet, want er zitten ook wel wat donkerdere kleuren in. Dan vind ik dat zelf nooit een heel groot probleem, maar ja, als je echt denkt aan nude paletten is het niet echt nude, maar het zijn wel hele mooie kleuren. Dus ik vond dit paletten echt heel erg fijn, want je kunt er hele mooie looks mee maken. Dus ik ben heel erg blij met dit paletten. Dan heb ik een Skin Love and Sensitive Mineral Powder van Essence. En dat is deze. Deze heet de naam 01 Translucent. Het is eigenlijk een transparante poeder. Je zou het niet zeggen op het eerste gezicht, want hij lijkt best wel gelig. Maar hij is het dus wel. En hier zit dus geen alcohol in, geen parfum, geen siliconen, geen parabenen en ook geen minerale olie. Dus eigenlijk is die ook heel natuurlijk. Hier staat ook echt Skin Love in Sensitive in de poeder gedrukt. Ziet er heel erg mooi uit. En ik vond gewoon dat hij een hele mooie poederlaag achterliet. Kijk, je ziet hem niet eens echt. Ik heb hem geswatcht. Maar hij poedert mijn gezicht gewoon heel erg mooi af. En omdat je dus eigenlijk niks van de poeder ziet, vind ik dat wel heel erg fijn. En dat maakt deze poeder dus ook heel geschikt eigenlijk voor iedere huidskleur. Omdat je hem toch niet ziet. En dat vind ik zelf wel heel erg leuk. En ik vind het ook wel lekker dat er eigenlijk helemaal weinig toevoegingen in zitten. Dus ik vind deze poeder ook heel erg fijn. Dan heb ik hier een Cooling Eye Stick. Dat is deze. Deze komt bij de Action vandaan. En dit is eigenlijk gewoon een verkoelende oogroller die helpt om wallen te verminderen. En zou een stralende huid rondom de ogen achterlaten. Er zit cafeïne in. En hij trekt gewoon heel snel in en geeft dus een heel erg verfrissend effect. Ik zal hem even openmaken. Dit is de stick. Hij is heel erg mooi blauw. Hij heeft eigenlijk zo'n rolbal zeg maar aan de bovenkant, waardoor je het eigenlijk heel erg makkelijk kunt aanbrengen. Je moet hem even goed schudden voor gebruik. Had ik op het moment dat ik hem gebruikte niet echt last van wallen, maar het verkoelde wel heel erg. En dat vond ik zelf heel fijn. Ik kreeg er een heel fris gevoel van toen ik deze stick opbracht. Dus ja, dat vond ik wel echt een pluspunt. Ik vind deze stick echt heel erg fijn. Volgens mij heb je ook nog meerdere varianten. Ze zijn helemaal niet duur. En ja, ik vond hem zelf wel heel erg fijn. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik van Essence een Lip Care Booster. Dit is een lipserum. En deze is verrijkt met 10% perzikolie. Het is eigenlijk ook... Hij
geeft een moisturizer. En ja, zou je lippen ook wat groter laten lijken. Nou, ik vind dit soort serums gewoon heel fijn om aan te brengen in de nacht. Want dan kan het lekker lang intrekken. Hij heeft een heel erg fijn kwastje. Het is een heel klein kwastje ook. Maar je kunt er heel fijn het serum mee aanbrengen. Hij ruikt ook heel erg lekker naar perzik. Nou, ik heb hem hier eventjes geswatcht. Je ziet hem heel lichtjes. Maar hij laat eigenlijk verder niks achter. En ik vond echt dat mijn lippen heel zacht aanvoelden toen ik het serum had aangebracht. En de volgende dag wakker werd en het eigenlijk goed ingetrokken was. Mijn lippen voelden heel zacht aan. Ik vind dat echt heel fijn. Ja, en de geur is ook gewoon heel aangenaam. Dus ja, dit serum vind ik ook echt een aanradertje. Ik ben even ondertussen een beetje aan het kijken wat ik nog allemaal heb qua producten. Want het is wel handig om natuurlijk een beetje te wisselen qua merk. Dan heb ik een gel eyeliner van Max & More. En dat is deze. Dat is deze gel eyeliner. En deze komt met een klein kwastje erbij. Ik merk de laatste tijd dat gel eyeliner niet zo heel makkelijk meer te koop is. Maar gelukkig heeft Action dit wel. En het is een hele zwarte eyeliner. Hij is echt heel erg mooi. Ik heb hem natuurlijk al wel veelvoudig gebruikt. Maar zo ziet hij eruit. Dus je kunt heel makkelijk met het kwastje in de liner dippen. En daar kun je dus hele fijne lijntjes mee zetten. Je kunt hem met dit kwastje eigenlijk heel makkelijk aanbrengen. En dat is echt super fijn. Ik zal hem even voor jullie swatchen. Zodat je kunt zien hoe intens zwart hij ook is. Zo ziet hij er dan uit op mijn hand. Je ziet nu dat hij niet heel intens zwart is. Maar op je oogleden is hij dat echt wel. Dus ja, echt een hele fijne gel eyeliner. Hij is echt super goedkoop. En ik ben heel erg blij dat Action deze heeft. Want ja, ik vind gel eyeliner toch wel een van de fijnste eyeliners die er is. En ja, ik vind het gewoon jammer dat het heel moeilijk te koop is voor een beetje een leuk prijsje. Dus ja, ik vind die van de Action heel erg fijn. Dus ik hoop ook echt dat Action deze houdt. Want ja, ik ben echt heel erg groot fan van deze eyeliner. Dan heb ik hier een Fix & Last 18 Hour Make-up Fixing Spray van Essence. En dit is een fixing spray die een mat effect achterlaat en ook nog eens waterproof is. En hij is vrij van olie en alcohol. Er zit 50 ml in en ik vind hem echt heel erg fijn. Nou ben ik zelf niet heel erg glimmend van mezelf, maar ik vind het wel fijn als een fixing spray nog net een wat matter laagje achterlaat. Hij heeft eigenlijk ook een gewone spray erop. Er komt een fijne hoeveelheid van de fixing spray uit. En het effect was gewoon heel erg mooi. Het smolt ook een soort van samen met mijn huid. En wat ik heel fijn vond van deze spray, is dat hij dus niet mijn mascara liet uitlopen. Want dat heb ik wel vaak met fixing spray, maar dat deed deze niet. En misschien komt dat toch omdat er geen olie in zit en geen alcohol. Maar ik vond hem in ieder geval heel erg fijn, want hij prikt ook niet op de huid. Dus die vond ik ook echt fantastisch. Dan heb ik hier een Instant Eye Fix. Dit is een eye tightening cream. Dat is deze. En dit is zo'n crème die belooft je huid te verstevigen en meer glad te strijken. Hij zou dus beloven om ook kraaienpootjes wat minder te maken. Eigenlijk zorgt hij ervoor dat je huid wat minder snel veroudert. En hij zou ook fijne lijntjes en wallen onder de ogen verminderen. Hij is voor alle huidtypes. En ik moet zeggen, ik was wel heel erg blij met deze crème. Ik voelde wel echt dat mijn huid heel fijn aanvoelde na het aanbrengen. Nou heb ik nog niet het gevoel dat mijn huid heel erg aan het verslappen is. Maar gewoon op bepaalde delen van je huid, zoals bij de ogen, is het fijn om wat extra verzorging te hebben. Omdat die huid daar heel dun is. Het heeft een gewone opening. Maar het is niet echt een crème. Want eigenlijk, ik had dus echt meer een crème verwacht. Maar ik ga het je laten zien. Kijk, hij ziet er eigenlijk zo uit. Hij is een beetje transparant. Maar het is wel heel fijn om deze uit te smeren onder je ogen. Nou heb ik zelf gelukkig nog niet echt
kraaienpootjes. Maar ja, ik vond wel dat de crème echt gewoon heel fijn aanvoelde. En ja, ik kreeg er een heel fris gevoel van. En dit voelde ook echt wel wat steviger na het aanbrengen. Dus dat vond ik wel heel erg fijn van deze crème ook. Nou, dan heb ik een aantal producten uit een limited editie van Catrice. En dit is de editie Advent Beauty Gift Shop. Ik heb hier allereerst twee nagellakjes. En ik heb hier allereerst de kleur C01 Delicate Pink Nails. Het zijn dus mini nagellakjes met zo'n dubbel dopje. En ik vond deze kleur echt heel erg mooi. Hij gaf een hele mooie dekking. Ze hebben een vrij normaal kwastje zoals je kunt zien. En mijn nagels zagen er heel erg mooi uit met deze nagellak. Hij bleef ook eigenlijk best wel goed zitten. Zeker een dag of vier, dus dat vond ik wel heel erg fijn. En ik vond het kleurtje super leuk en ook die gouden details op de verpakking vind ik heel erg mooi. Dan heb ik ook dit kleurtje. En dit is een beetje een goud, of nee, geen goud, een beetje een glitterkleurtje wil ik zeggen. Deze heeft de naam C03 Rosy Glitter Nails. En deze geeft inderdaad een heel mooi glitter effect op je nagels. Je kunt hem solo gebruiken, maar ook over een andere kleur heen. Als je wat meer dekking wilt. Maar ik vond eigenlijk de dekking ook best wel goed. Dus ik vond het echt een heel mooi kleurtje. Het was jammer dat deze collectie niet met kerst in de winkels lag. Want hij kwam echt letterlijk na oud en nieuw. Maar ik denk dat dit ook heel erg leuk was geweest met de feestdagen. Dan heb ik ook twee highlightertjes. Ik heb hier allereerst de C01 Pink Crystal Glow. Ook die verpakking is heel erg leuk. Dat roze doosje met die gouden details. Het doosje is verder gewoon gemaakt van karton. En dan is dit de highlighter. Heel erg mooi, gewoon een ronde highlighter. Die een hele mooie pigmentatie gaf. Dit is hem. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Ik ga even nog wat meer oppakken. Misschien dat hij dan net even wat verder nog wordt. Ik heb hem hier geswatcht. Misschien zie je hem op het swatch niet heel erg goed. Maar op het gezicht is hij echt fantastisch. Ik was heel erg onder de indruk van de highlighter moet ik zeggen. Want ik had niet verwacht dat hij zo'n mooie kleur zou geven. En dan heb ik hem ook in de paarse variant. Dit is de C02 Lilac Frozen Glow. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Een hele mooie gloed zit erin. En die ziet er zo uit. Ik vind het fijn dat de pen ook lekker groot is. En deze is net weer wat koeler. Deze heeft een iets koelere tint dan de roze. De roze is wat meer warmer en de paarse dus wat koeler. Maar echt wel een heel erg mooi, twee mooie highlighters moet ik eigenlijk zeggen. Dan heb ik ook twee oogschaduwpaletjes. Het zijn ook minis. Dit is de roze variant. Dit is de C01 Dazzling Pink Collection. Hele mooie oogschaduw. Er zitten gewoon zes kleurtjes in. Je hebt een glitterkleurtje en voornamelijk wat matte kleuren. Ik ga eventjes een paar kleurtjes voor je swatchen. Want ik was echt wel heel erg enthousiast over de pigmentatie. Kijk, want die ziet er zo uit. Het zijn vrij donkere kleurtjes zoals je ziet. Ze zijn heel erg mooi met elkaar te combineren. En ik vond het pigment gewoon echt fantastisch. Dus dat, ja, daar was ik heel erg blij mee. Dus die vond ik ook echt fantastisch. En dan heb ik ook de paarse variant. En dat is de C02 Iced Lilac Collection. En deze heeft dus wel echt wat meer paarse tinten. Zoals je kan zien. Maar ook echt weer super mooi. Past heel erg mooi bij elkaar allemaal. En deze zien er zo uit. Dus deze hebben echt wel wat koelere kleuren. Misschien dat je de koele kleur niet heel goed ziet op de swatch. Maar op de oogleden zie je die echt wel heel erg mooi terug. Dus ja, ook dit palet vond ik echt heel erg mooi. Dus daar was ik ook wel heel erg blij mee met deze collectie. Want die heeft me echt serieus heel erg verrast. Dan heb ik ook nog een face mist. En dit is een Rosewater face mist. Deze komt bij de Action vandaan van het merk The Beauty Dept.
En deze mist die kun je dus eigenlijk aanbrengen nadat je je dagcreme hebt aangebracht. En dan spray je deze op en dan trekt hij lekker in je huid. En hij ruikt echt fantastisch. Hij heeft een heel fijn spraydopje. Er zit in deze fles 150 milliliter. En ja, hij belooft ook je huid te hydrateren. En dat merkte ik ook echt wel. Het grappige was dat je de geur daarna gewoon heel erg goed rook. Maar als je er even tussen laat zitten met de spray aanbrengen en je make-up te doen, kan de spray echt gewoon lekker in de huid trekken. Ik was echt heel erg enthousiast over deze spray, dat die zo fijn was en zo lekker aanvoelde op mijn gezicht. En mijn huid voelde gewoon heel erg gehydrateerd. Dus dit vond ik ook echt een aanradertje. We zijn er bijna doorheen. Ik heb nu nog een aantal producten van de Ticket 4 lijn. Dit is een trendeditie van Essence. Ik heb hier allereerst een handcreme. Deze hebben ook hele lekkere geuren, want ze ruiken naar bosbessen. Deze heeft de naam 01 Big Hearts Deserve Big Hugs. En hij verzorgt gewoon je handen heel goed. En ja, de geur is dan gewoon heel erg lekker. Ik ga deze trouwens niet zwartje hoor, want het is gewoon een witte handcreme. Hij heeft gewoon zo'n openingetje. En ja, die bosbessengeur is echt heel erg lekker. En ik had ook echt wel het gevoel dat mijn handen heel erg lekker zacht werden van deze handcreme. Dus echt heel erg fijn. Dan heb ik ook een Scent Nail Gloss Top Coat. En dit is dan de Ticket for Sweets. Trouwens, dit was Ticket for a Hug, deze. Maar dit is eigenlijk een topcoat. Je kunt hem gebruiken over een andere nagellak heen, maar ook gewoon los. Heeft de naam 01 You're So Sweet gekregen. Heeft eigenlijk een heel basic, normaal applicatortje. Maar zodra je nagels droog zijn, krijgt hij ook een hele lekkere geur. Ik betrap me er dan op. Hij ruikt ook naar bosbessen, dat ik de hele tijd aan mijn nagels zit te ruiken. Omdat hij gewoon echt een hele lekkere geur achterlaat. Ik vond hem solo eigenlijk prima om te gebruiken. Ik heb hem niet gebruikt in combinatie met een andere kleur eronder. Maar ik vond hem wel heel erg mooi en gaf echt hele mooie glanzende nagels. Dus dat vond ik heel fijn. Dan heb ik hier Ticket for a Smile. Dit is een lipolie en dit is een rollen. Die kun je oprollen, moet ik zeggen. Hij heeft de naam 01 Love Making You Laugh. En dit is eigenlijk gewoon een lipolie die je gewoon lekker kunt aanbrengen. Ik kies er dan voor om zo'n lipolie in de nacht aan te brengen, zodat het lekker kan intrekken. Ik hoef hem verder niet te swatchen, want hij is transparant. Maar je kunt hem heel makkelijk aanbrengen door de roller die hier op zit. En dat is wel echt ideaal, want ik heb best wel veel lipolies al gebruikt. Maar vaak is het opbrengen niet heel erg handig, omdat ze in een tubetje zitten. Zo'n rolapplicator is echt ideaal. En ja, mijn lippen voelden na het gebruik hiervan gewoon heel lekker zacht aan. Dan heb ik ook Ticket for a Kiss. En dit is een getinte lippenbalsem. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 My Heart Is Yours. Een hele leuke verpakking met dat paars. En heel schattig. Kijk, er zit een hartje in. Zie je dat? Maar deze verzorgde mijn lippen en gaf gewoon eigenlijk een heel erg leuk kleurtje af. Want je ziet de kleur eventjes hier. En ja, hij voelde gewoon eigenlijk heel erg fijn aan op mijn lippen. Mijn lippen werden er ook wel zacht van. En je krijgt daarnaast ook nog eens een hele mooie kleur. Dus dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Dus deze ben ik ook heel blij mee. Dan heb ik ook dit Ticket for Sweet Dreams. En dit is een overnight lip mask. Dat is deze. Heeft een 01 Good Night Sweetheart gekregen. En dit is gewoon zo'n lipmasker die je kunt opbrengen voor je gaat slapen. Het heeft een hele jelly textuur. Hij is verder transparant, maar zo ziet het eruit. De swatch heeft niet zo heel veel zin. En hij ruikt ook heel erg lekker. En ik had deze gewoon aangebracht. Ik had hem eerst wat te royaal. Omdat ik niet zo goed kon zien hoeveel ik op mijn vinger had, had ik best wel veel opgebracht. Maar mijn lippen voelden de volgende dag zo lekker zacht aan. Ja, ik hou echt wel ook van dit soort producten. Lipmaskers en zo. Het is gewoon ideaal. Want eigenlijk, je kent heel veel maskers, maar voor de lippen was het nooit zo vanzelfsprekend. Maar ik vind hem echt geweldig. Uit die collectie heb ik dan ook nog een massagerollen. Ticket for a Message. En dit zijn gewoon van die fijne rollers.
hier kunt aanbrengen. Heeft een hele mooie gouden handvat. En het leuke is, deze bol kleurt mee. Kijk, op mijn gezicht kan die een hele andere kleur hebben. Het is gewoon een meekleurende bol. En je kunt hier dus heel erg fijn je beautyproducten mee inrollen. Of gewoon je gezicht gewoon zo lekker masseren. Voelt zo lekker aan. Oh, ja, dat voelt echt wel heel erg lekker. Dus ja, ik vond het ook wel heel bijzonder dat die bol zo meekleurde. Dus dit vond ik echt ook wel ideaal. Want ja, het is echt een heel fijn, fijne manier om je gezicht eventjes een soort van massage te geven. Dan ben ik toe bij het laatste product. En hier ga ik niet te lang mee stilstaan, want ik heb hier een aparte video over opgenomen. Dat is het Floral Romance Eyeshadow Palette van Max & More. Gemaakt van karton met een hele mooie voorkant. Op de achterkant zie je de namen van, en de kleuren staan. Heel mooi paletten. Een mooie spiegel in de binnenkant. En dit zijn de kleuren. Ik zal er nog eventjes een paar swatchen. Gewoon een prima pigmentatie. Heel erg mooi. En de kleuren zijn ook gewoon fantastisch. Ik heb hier nog eventjes een paar voor je geswatcht. Maar mocht je benieuwd zijn naar meer informatie over dit paletten, zal ik eventjes de link van de video in de beschrijving neerzetten. Maar echt een heel erg fijn paletten waar ik ook heel erg tevreden over ben. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee en die ga ik lekker vaak gebruiken. Dan waren dit alle producten van januari. Als ik er naar kijk, denk ik, god, zijn toch eigenlijk wel meer producten dan ik in eerste instantie dacht. Ik dacht eigenlijk dat ik er wat minder had, maar ja. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de producten. Ze gaan straks lekker mijn stash in en dan kan ik ze weer lekker vaak gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je misschien benieuwd bent naar deze producten. Ik moet zeggen dat de producten van de Ticket 4 lijn en de Advent Beauty Gift Shop misschien nog verkrijgbaar zijn. Maar dat weet ik niet zeker, want dit zijn limited edities. Het kan zijn dat je ze nog zou kunnen aantreffen in van die uitverkooppakken. Maar dat durf ik dus niet met zekerheid te zeggen of deze nog verkrijgbaar zijn. Maar goed, ik ben in ieder geval weer heel tevreden. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik heb laten zien. Dus laat het vooral weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!